In deze video wil ik het met je hebben over Bulletproof koffie. En terwijl Bulletproof een merk is dat allerlei gezondheidssupplementen verkoopt, is dus Bulletproof koffie ook een categorie geworden. Namelijk koffie met boter. En in deze video ga ik je vertellen waarom dat nuttig is. De eerste keer dat ik hierover hoorde was in 2014, jaren geleden, toen ik bij de Longevity Now Conference was in Californië. Met allerlei bekende artsen en gezondheidssprekers. En daar was een heel nieuw gezicht in de gezondheidswereld, Dave Asprey. En Dave die begon te vertellen over hoe hij had ontdekt in Nepal dat ze daar heel vette melk en boter in de koffie deden om hun lichamen warm te houden. En hij is het verder gaan onderzoeken en zelfs als je in een warmer klimaat leeft en ongeacht waar je leeft, heeft het voordelen om boter in je koffie te doen. En dan niet zomaar boter, maar roomboter. En het voedingscentrum is natuurlijk enorm tegen roomboter, hè, want de verzadigde vetten zouden niet goed voor ons zijn. Daar is heel veel discussie over en naar mijn mening hoef je daar absoluut geen zorgen over te maken. Verzadigde vetten zijn van zichzelf heel erg belangrijk. Verzadigde vetten zijn je transportmiddelen voor de vetoplosbare vitamines, zoals de vitamines A, D, E en K. Zonder die verzadigde vetten kan je simpelweg minder goed die essentiële vetten transporteren door je lichaam. Dus dat is al een heel fundamentele reden. Daarnaast, roomboter en verzadigde vetten zijn belangrijk voor de opbouw van diverse hormonen, waaronder testosteron, wat een van je belangrijke verjonginghormonen is. Dus roomboter heeft van zichzelf talloze voordelen. Maar als je dan niet alleen maar de gewone roomboter neemt, maar de roomboter van koeien die gras hebben gegeten, in het Engels noemen ze dat grass-fed butter en in het Nederlands grasboter, dan heeft dat nog meer voordelen. Grasboter bevat zogenaamde butyraten en die butyraten die zijn eigenlijk anti-ontstekingsstoffen voor ons lichaam. Ze verminderen ontstekingen, ze helpen bij chronische ontstekingen en ze verminderen bijvoorbeeld ook ziekte van Crohn, wat chronische ontstekingen in onze darmen zijn. Grasboter bevat ook CLA-vetten en terwijl dat transvetten zijn en dat over het algemeen de reden is waarom ze zeggen roomboter is niet goed voor je, zijn er verschillende vormen van transvetten en deze goede CLA-vetten die ondersteunen onder andere bij gewichtsverlies. Google maar eens over de voordelen van CLA bij gewichtsverlies, helemaal juist uiteraard bij mensen die te zwaar zijn. En daarnaast bevat grasboter bevat vitamine K. Vitamine K is een enorm belangrijke vitamine voor je botten, want vitamine K is onder andere nodig om calcium in je botten te krijgen en draagt daarom bij aan vermindering van osteoporose in je lichaam. Dus roomboter is simpelweg geweldig en ik ben er gek op en koop dus de grasboter bij voorkeur. En in Bulletproof koffie doen ze niet alleen maar roomboter, maar doen ze ook een product van hun dat heet Brain Octane Oil. En Brain Octane Oil zijn MCT-vetten die je ook in kokosolie vindt. En hun claim is dat het 10 keer effectiever is dan kokosolie. En wat het onder andere doet, is het is als het ware een brandstof voor je hersenen. Het verhoogt je mentale focus. En samen met de vetten uit de roomboter geeft het je gedurende de dag focus en stabiele energie. Dat stimuleert onze lichaams eigen ketonenproductie. En ketonen die zijn stoffen die zorgen voor focus, maar die zorgen ook dat vetten worden gebruikt als brandstof. Dat je lichaam energie haalt uit vetten. En dat is daarom onder andere gunstig voor je vetverbranding. En vetverbranding is een duurzamere bron van energie dan dat suikers dat zijn. Het is stabieler, het is duurzamer. En ik ben dit vooral de laatste tijd gaan doen. Het kostte me 3 jaar voordat ik dit werkelijk ging doen. Maar ik merk daadwerkelijk hoe het je focus verhoogt, hoe het je fitheid verhoogt, je concentratie verbetert. En wij hebben hier op kantoor simpelweg een complete bulletproof hype. De boter die vliegt er hier ondertussen doorheen en waarschijnlijk voor een reden. Hoe maak je het? Je kunt in principe alle soorten koffie gebruiken om boter aan toe te voegen. Bulletproof heeft ook hun eigen koffie en daar hebben ze ook hun eigen filosofie over waar je misschien een keertje in zou kunnen verdiepen. Ik hou van de mushroom koffie, want dit is koffie met medicinale paddenstoelen. Dit is de koffie met cordyceps en met chaga erin en dat is ook het waard om te onderzoeken. Daar zitten beta-glucanen in. En beta-glucanen zijn essentiële suikers die een regulerende werking voor ons immuunsysteem hebben. En die zijn heel erg belangrijk voor de functie van ons immuunsysteem. En een fascinerend studiegebied van zichzelf.
En je maakt de Bulletproof koffie maak je in de blender. Dus niet door het simpelweg te roeren. Je doet dat echt in de blender. Het is niet hetzelfde. En je krijgt dan echt een heel romige substantie. Die bijna een beetje als een soort latte smaakt. En je maakt er echt wel een flinke klont grasboter in. Vervolgens een heel klein beetje Brain of Tane oil. Dit is echt heel krachtig spul. Dus doe echt maar een heel klein scheutje erin. En bouw dat ook rustig op. En theelepeltjes echt voldoende om mee te gaan beginnen. En dan zet je het simpelweg in de blender en zet je de blender even aan. Dit is je Bulletproof koffie. Een heerlijke, romige koffie met boter erin. Als je dit voor het eerst ziet, dan denk je, Jesse, ik heb een hoop van je gelezen over gezondheid, maar nou ga je toch echt te ver en ik verklaar je volledig voor gek. Over het algemeen zijn we in Nederland aardig nuchter wat dit soort dingen betreft. Maar als je gaat lezen, en ik zal je de links geven over de voordelen van de butyraten in het roomboter, over de voordelen van de vitamine K2, over de voordelen van de CLA-vet en het verzadigd vet van zichzelf, eigenlijk goed is vooral als het uit grasboter komt, want alleen maar de grasboter heeft die voordelen, CLA en butyraten. Als je gaat ervaren wat het doet met je focus, met je concentratie, met je energie, dan is dat misschien wel je bewijs. Dus begin maar eens gewoon met de boter en zie maar eens wat het voor jezelf doet. Ik hoop dat de video een klein beetje inspirerend voor je is geweest en ik hoor heel graag je reactie hoe het voor jou was om boter in je koffie te gaan doen.